Dank u wel, voorzitter. Graag, voorzitter, dank u wel. Ik geloof dat de essentie van de vragen we terug kunnen brengen tot het volgende. We willen, dan gebruik ik even woorden van gelijke strekking van het geachte lid Gayadin. We willen dit ook en we willen dit ook en we willen dit ook. We moeten het samen beginnen te constateren en samen een route uitzetten om ter vervolmaking van. Dus ik kom hier geen verwijt maken. Is toen men aangaf van luisteren de kwestie van rechtsstaat, dat men zogenaamd zou opschuiven, want zij alleen kunnen rechtsstaat beoordelen, worden van gelijke strekking. De tweede zaak is, en dat heeft geachte lid Yogi en ook de heer Ranjit Singh. Ik heb duidelijk gezegd wat ik lees vanuit de grondwet wanneer de president hier moet zijn. Ik kan keren opnoemen wanneer de president hier aanwezig moet en soms zal zijn. En ik ben blij met de tussenzin van het geachte lid Ranjit Singh. Het kan zijn dat hij begrijpt. Er is nog een reden, voorzitter. Maar ik zou de sfeer bederven. Want dan zou ik een illustratie moeten geven van. En dat is niet goed. Ik denk dat we op de goede weg zijn. Laat me dat maar houden. Ik denk dat we. Ik vind de sfeer en de lijn vind ik prettig om door te kunnen gaan met u. Dus laat me mij zaken met uw toestemming, mevrouw de voorzitter. Er is gesproken over de presidentiële diplomatie. Mevrouw de voorzitter, het geachte lid Breeveld heeft gevraagd wat onder meer verstaan moet worden onder de presidentiële diplomatie. Ik wil het geachte lid op het volgende wijzen. Het buitenlands beleid vervult een voortrekkersrol in het bekendheid geven van ons land binnen de internationale gemeenschap. Door middel van het buitenlands beleid kunnen diverse samenwerkingsverbanden ontstaan met vele landen en organisaties in verschillende regio's. Het staatshoofd dient om deze redenen veel te investeren in termen van tijd, moeite, inspanning, durf voor het op waardige wijze kunnen uitdragen van het buitenlands beleid is presidentiële diplomatie, gelooft u mij, dus noodzakelijk. Mevrouw de voorzitter, bij presidentiële diplomatie gaat het om het aanboren van bronnen, regionaal, internationaal, door middel van gerichte persoonlijke actie van de president. Deze acties gaan meestal gepaard met intensieve fysieke betrokkenheid van de private sector. Dit geldt met name bij bezoeken van de president aan het buitenland om de poorten te openen voor het bedrijfsleven met inzet van de hoge politiek-diplomatieke positie van de president. Hierdoor kunnen niet alleen traditionele, maar meer nog niet-traditionele financieringsbronnen worden aangeboord en ingeschakeld voor de economische ontwikkeling van Suriname. Met betrekking tot het constitutioneel hof, mevrouw de voorzitter, er zijn vragen gesteld en opmerkingen gemaakt door de geachte leden Panka,
Venetiaan, ik dacht geachte lid bij de Bos over het constitutioneel hof. U heeft op bedoelde vragen en opmerkingen een reactie gegeven. Ik wil heel kort op deze kwestie ingaan. Inderdaad heeft de ontwerpwet die reeds in behandeling was genomen in de Nationale Assemblée teruggestuurd. De regering buigt zich momenteel, zoals u weet, publiekelijk bekend, over het voorstel en zal, zodra de zaak voor behandeling klaar is, u daarvan op de hoogte stellen. Wat de opmerking van het geachte lid Venetiaan in deze kwestie betreft, kan ik het volgende mededelen. De opvatting van de regering over deze kwestie is dat de grondwetgever van toen drie staatsmachten kent, namelijk de wetgevende macht bekend, de uitvoerende macht, de rechterlijke macht. De grondwetgever heeft voor het evenwicht der staatsmachten een corrigerend hof ingebracht. Dit constitutioneel hof heeft volgens artikel 144 lid 2 van de grondwet als taak de inhoud van wetten of gedeelten daarvan aan de grondwet en aan van toepassing zijnde overeenkomst met andere mogendheden en volkenrechtelijke organisaties te toetsen en het beoordelen van de verenigbaarheid van besluiten van overheidsorganen met de in de grondwet genoemde grondrechten. Bij strijdigheid met de grondwet is het Hof slechts bevoegd tot onverbindend verklaren van wetten of gedeelten daarvan. Ik dacht niet dat de rechtspraak van het constitutioneel hof te beschouwen is als een gewone vorm van rechtspraak. Nu wil ik het hebben over de kwestie wat ook aan de orde geweest is met betrekking tot de typen van presidenten. Op de opmerkingen van het geachte lid Breeveld over typen van presidenten op basis van de regeerstijl verwijs ik gaarne naar de inhoud van mijn uiteenzetting in de eerste ronde van de algemene politieke beschouwingen. Want het zou slechts een herhaling zijn. Samenstelling van de staatsraad. Het geachte lid Breeveld heeft de opmerking gemaakt over deelname van de fractie van DOE in de rechtsstaat. In de staatsraad. Hij spreekt daarbij de wens uit dat de fractie van DOE gaarne in de staatsraad haar bijdrage zou willen leveren. Ik wil erop wijzen dat ik het op de grondwet gebaseerde verzoek van het geachte lid Breeveld namens de fractie van DOE onderschrijf. Ik wil verder erop wijzen dat de voorbereiding voor het indienen van een wijzigingsvoorstel van de wet op de staatsraad dat regelt. En dat ook de fractie van DOE in de staatsraad zal kunnen participeren. De zaken zijn in vergevorderd stadium. Binnenkort zal het bedoelde wetsvoorstel naar de Nationale Assemblée worden gestuurd. Maar ik kom aan het einde van mijn betoog op deze kwestie terug. Mevrouw de voorzitter, met uw toestemming. Aan het einde van het geheel kom ik op deze kwestie terug. Politiek, bestuurlijk of bedrijfseconomisch systeem. Mevrouw de voorzitter, het geachte lid Misikaba heeft de vraag gesteld over hoe het land wordt bestuurd. Politiek, bestuurlijk of bedrijfseconomisch. Mevrouw de voorzitter, ik wil beginnen met erop te wijzen dat een overheidsbeleid doorgaans niet slechts één doel, maar een complex van doeleinden omvat. Men beschouwt
Een complex van doeleinden veelal pas als duidelijk indien een rangorde van prioriteiten, zoals ik in mijn betoog in de eerste ronde heb aangegeven, is vastgesteld. Mevrouw de voorzitter, een centrale functie van de hedendaagse staat is het voorbereiden, het bepalen en het uitvoeren van het beleid namens en voor de gehele samenleving op haar grondgebied. Tot de essentiële doeleinden van het overheidsbeleid behoren, in het algemeen gesproken, het handhaven van de openbare orde voor iedereen, de staat dus als stabilisator, het bevorderen van de ontwikkeling van de samenleving in allerlei inzichten, in allerlei opzichten, de staat als stimulator, het op elkaar afstemmen van allerlei activiteiten, de staat als coördinator, het toewijzen en verdelen van allerlei materiële goederen, de staat als allocator. Dit alles brengt met zich mee dat het overheidsbeleid zich van het beleid van andere instanties onderscheidt door de combinatie van twee elementen. Tweede, het overheidsbeleid betreft direct of indirect alle leden van de samenleving en alle beleidsgebieden op dit grondgebied. Het overheidsbeleid is bindend voor alle leden van de samenleving op dit grondgebied. Het overheidsbeleid berust dus niet slechts één doel, maar een complex van doeleinden. Mevrouw de voorzitter, het voorgaande maakt het al duidelijk dat het nooit mogelijk is om een politiek-bestuurlijk beleid plaats te doen maken voor een andersoortig beleid, met name bedrijfseconomisch beleid, dat overigens een onmisbaar ondersteunend onderdeel is van het politiek-bestuurlijk beleid. Een doel van politiek voering is immers de vormgeving van de toekomst van de samenleving. Mevrouw de voorzitter, een andere zaak die hierbij relevant is, is dat er een samenhang bestaat tussen sociaal-economische ontwikkeling, politiek en overheidsbeleid. Deze samenhang kreeg vorm en inhoud doordat de beleidsvoerders na democratische verkiezingen verkozen worden en derhalve van hen doorgaans verwacht wordt dat deze zullen doen wat zij de kiezers hebben beloofd en wat de kiezers van hun verlangen. Wat hun kiezers willen, wordt goed deels bepaald door de sociaal-economische omstandigheden en indirect kan derhalve ook het overheidsbeleid daarvoor mede worden bepaald. Wanneer er echter sprake is van visionair leiderschap, CQ, visionaire politieke leiding, is het niet per se zo dat de kiezers wil zonder meer gevolgd wordt. De richting die dit visionair leiderschap aangeeft, zal bepalend zijn voor het overheidsbeleid. Echter, het is altijd met medenemen van de wil van de achterban in een groter perspectief. Dit beleid kan erop lijken alsof het afwijkend is van de kiezerswil, maar op lange termijn zal blijken dat aan de oorspronkelijke wens van de kiezers gevolg is gegeven.
Mevrouw de voorzitter, het geachte lid Miskaba heeft verder het voorbeeld aangehaald van spoil system en merit system. En hij vraagt zich af of er geen regels gesteld moeten worden omtrent welke ambtenaren na de verkiezingen mogen worden vervangen. Ik ben van oordeel dat de vraag van het geachte lid Miskaba positief moet worden beantwoord. Er moeten dus regels komen, of althans, laat me het zo stellen, ik geloof dat onze volksvertegenwoordiging een fundamentele discussie zou moeten voeren over welk systeem wij willen hanteren. En daarbij zeg ik vanuit de vraagstelling dat ik mee zou gaan met het geachte lid Miskaba. Het zal echter aan de discussies hier uiteindelijk toe moeten leiden welk systeem we gaan volgen. Het spoil system of de merit system. Er moeten dus regels komen om deze zaak te regelen. Te weten welke ambtenaren na een machtsovername moeten worden vervangen. En ik denk dat we dat voor eens en voor altijd moeten oplossen. Mevrouw de voorzitter, de continu factor is een van de meest bekende problemen van het ambtelijk bestel in de meeste landen. Het gaat hier om de vraag of de ambtenaren kunnen aanblijven terwijl hun regering is gevallen. Het gaat hierbij om de vraag: kunnen de ambtenaren aanblijven terwijl hun regering is gevallen? In landen waar het spoilsysteem geldt, worden de in dienst zijnde ambtenaren vervangen zodra een nieuwe regering van een andere politieke kleur aan de macht komt. Deze vervanging wordt in de landen beschouwd als een eis van de democratie. Het is een bekend stelsel waarbij de buit, om de woorden van meneer Miskaba te gebruiken, waarbij de buit toekomt aan de overwinnaar van de verkiezing. We zien echter in die landen een ontwikkeling waarbij voor beperkte groepen ambtenaren niet langer de eis geldt dat zij tot een bepaalde politieke groepering moeten behoren om in functie gehandhaafd te worden bij politieke machtswisseling. Hier zien we het opkomen van het nieuw systeem, het zogenaamde merit system, dat gebaseerd is op capaciteit van de ambtenaren. Ik ben voornemens om het positieve antwoord op de vraag van het geachte lid Miskaba om te zetten in activiteiten om te geraken tot een regeling voor deze materie, uiteraard in samenwerking met u. Maar laat me toch wel wat zeggen, mevrouw de voorzitter. Want de laatste tijd is er geschermd met... Eigenlijk moet ik dit verhaal vertellen aan het einde van mijn betoog. Maar er wordt geschermd met deskundigen worden naar huis gestuurd. Deskundigen worden naar huis... U hebt het vaker gehoord hier in de DNA. De deskundigen worden naar huis gestuurd. Met uitzondering van het recente geval op RO, waar er een politieke zaak aan de orde is, en waar ik hier in uw geacht college geen uitspraak ga doen, wil ik u wel vragen om voorzichtig te zijn met dergelijke formuleringen. En weet u waarom? Het gros van de mensen die op OA
of AO-basis worden aangenomen, een paar maanden voor de verkiezing, om in pick-ups rond te rijden, om palen te zetten voor mensen hun deuren. Met geen mogelijkheid kan ik geen OA verlengen of we moeten doorgaan met palen te maken om te laten slaan. Voorzitter, maar wanneer we praten over deskundigen, voorzitter, wanneer wij praten over deskundigen, mevrouw de voorzitter, zou ik graag dat wanneer een deskundige, want ik ga uw zaken aan de orde brengen aan het einde van dit betoog. En nogmaals, het is een gezamenlijke job die we aan het doen zijn. Maar aan het einde van mijn betoog ga ik u een paar dingen voorhouden, mevrouw de voorzitter. Dus wanneer u namen wilt noemen, let wel, zonder het recente geval van RO, intern aangeleerd, bemoei ik niet mee, daar komen we wel uit. Maar op basis van wat er gebeurt, binnen onze ministeries, wil ik u vragen om voorzichtig namen te noemen van zogenaamde deskundigen, of laten we zeggen van deskundigen, want dan gaat u mij een keer uitnodigen om uit te leggen waarom die deskundigen, ik heb de echte deskundigen, hè, niet die palletjes mensen, waarom die deskundigen moest worden ontheven. Dus ik vraag u met de nodige omzichtigheid, voorzitter, u hebt gezien hoeveel keer ik het gevraagd heb vandaag. En we gaan het hierbij laten. Voor wat dit betreft aan het einde ga ik u wat meer inzicht ingeven in de bezorgdheid die we allemaal moeten delen met elkaar met betrekking tot onze, met ons staatsapparaat. Ja, president. Dank u wel. De grensbewaking. Eén ogenblik, president. U heeft twee interrupties. Ik zag het lid Gayadin, het lid Kastelen, het lid Ranjit Singh, het lid Breveld en het lid Paal. Het lid Yogi, u heeft ook behoefte. Ja, dan is... Oh. Dus dan is lid Yogi en daarna lid Breveld en daarna lid Paal. Ja, oké. Okay. Goed. Dan hebben we als eerste lid Gayadin.